Ja, we mogen zeggen Liverpool in zijn beste opstelling. Met Beglin als de linksachter in de plaats van Alan Kennedy. Die was gekwet, maar die is al sedert een paar weken opnieuw beschikbaar. Maar Beglin wordt verkozen. Hier dan Andrea Daina. De 44-jarige Zwitser. Gewezen voetballer. Een perfecte grasmat hier in het IJsselstadion. Voilà. Hansen. Lorentzen die toch is in orde gekomen. Een paar weken geleden ontwricht de schouder. Mark Lorentzen. Een van de drie Ieren in de ploeg van Liverpool. De andere twee zijn Whelan en Beglin. Daar is Lorentzen. Platini voor het eerst. Mark Lorentzen. Met nummer 4. Platini. De vorig jaar ongetwijfeld de beste voetballer ter wereld in mijn ogen. Het Europees kampioenschap. Walsh met nummer 10. Cabrini op Boniek. En terug Cabrini. Lorentzen een bal kwijt aan de zeer snelle Briaschi. En voor het eerst Bruce Grobbelaar, de spektakelman. Ja, er staat dus een flinke bries, zoals ik heb gezegd. En die staat in de rug van Juventus voor het ogenblik. Boniek. Eerste overtreding. En er is daar al protest. En Mark Lorentzen, ja, ziet de schouder. Dat is al de tweede keer dat hij een schouderontwrichting heeft. In de eerste minuut van de wedstrijd met Briaschi. Niet de fout van de Italiaan. En dus een vervanging, Gillespie. Geen kleine jongen, 1,90 meter. Is een schot. Zijn eerste seizoen bij Liverpool. Maar heeft al heel wat wedstrijden gespeeld. Precies als de vervanger van Lorentzen, Boniek. Kenny Dalglish. Walsh buitenspel. Paul Walsh, ook zijn eerste seizoen bij Liverpool. Komt van Luton. Heeft nogal wat last gehad om zich aan te passen. Voorlopig is het rustig rond het veld. Enkel vocale beweging.